allemaal. We hebben hier verschillende kinderen zitten, maar jullie zijn wel een beetje ver naar achter. Dus misschien willen jullie ook iets verder naar voren komen. Nou, mooi zo. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten op ons melkveebedrijf. En dan toch wel ook een speciaal welkom aan degene die vandaag voor ons het bord gaat onthullen. Govert. Heel erg fijn dat je dat vandaag weer wil doen. Ja, dus, leuk, uitgenodigd. Ja, nou, heel erg fijn. Ja, de bordonthulling van Boer Bewust. Voordat we daaraan gaan beginnen, zal eerst Hugo Baens, onze voorzitter, een klein woordje tot ons richten. Daarna zal Govert ook het een en ander vertellen. En zullen wij nog een korte introductie doen van ons bedrijf en een stukje klassenboeren toelichten. Ik hoop dat het weer ons een beetje meewerkt vandaag. Maar daar zullen we even mee moeten dealen, denk ik. Nou ja, en anders dan gaan we gewoon vlug naar binnen toe. Ik denk dat ik het woord aan jou wil geven, Hugo. Dankjewel, Marijke. Mijn naam is Hugo Baens, voorzitter van Boer Bewust. Dan zullen jullie denken, wat is nou eigenlijk Boer Bewust? Ja, Boer Bewust, dat gaat eigenlijk over beleven. Welkom, kinderen van basisschool Pater Emaart uit Stevensbeek. Emaart, ik zeg het nog niet goed zelfs ook nog. Emaart. Wie van jullie is ooit op de boerderij geweest? Dat zijn er nog best wel veel. Want heel veel kinderen, maar ook volwassenen, komen tegenwoordig nooit meer op een boerderij. En daar gaat het over met Boer Bewust. We willen samen beleven waar ons eten vandaan komt. Dat willen we doen. Kijk, en vroeger was het heel simpel, want vroeger kende je een boer, of je woonde naast een boerderij, of je vader of moeder waren boer en boerin, of je oom. Maar dat is vandaag de dag niet meer. Nog maar 0,3% van ons is nog boer. En nog maar 2% komt een boerenerf. En wat wij willen doen als Boer Bewust, willen we weer samen nogmaals beleven het boerderijleven. Waar komt ons eten nou eigenlijk vandaan? En dat gaan we ook vandaag doen. En het mooie is, hiernaast staat Govert, hè? Die kennen jullie, hè? Ja. Want wie kent de Govert? Wie kent de Govert allemaal? Oh, moet eens kijken. Kijk. En Govert, die heeft een Tour de Boer gedaan. Zeker. Govert, hoe was dat jou bevallen? Nou, heel leuk, heel indrukwekkend. En vooral wat ik het meest verbaas is dat er eigenlijk heel veel bijzonders hier gewoon in Nederland te vinden is. Normaal ga ik altijd voor mijn eigen reis ver naar het buitenland om op avontuur te gaan. Maar eigenlijk ligt het avontuur ook gewoon hier in onze eigen dorpen. En er waren eigenlijk heel veel dingen die ik zelf nog helemaal niet snapte en begreep. Soms fiets je bijvoorbeeld langs een groot groen platteland weiland en denk je, ja, groeit er eigenlijk, geen idee. En door mee te lopen de hele dag met de boeren heb ik eigenlijk een veel beter idee wat de boeren nou eigenlijk doen en waar ook ons eten vandaan komt. Dat vond ik wel heel interessant. Dus dat is eigenlijk kort wat we gaan doen. En ik denk dat we nou naar het bord toe kunnen. Ja. Nou, dat is niet waar. Ja. Het moment van de bordonthulling gaat nu plaatsvinden. Daar hadden we, zoals ik al eerder zei, Govert voor bereid gevonden. Govert was al met Tour de Boer bij ons. En wij hebben hem gevraagd of hij bij ons de bordonthulling zou willen doen. En daar zijn we heel erg blij mee. Dus nou ja, Govert, je hebt net een uitgebreide uitleg gekregen. Ja. Dat het in één keer goed moet gaan. Dus aan jou... Het moet lukken. Ja, het moet lukken. Dus aan jou de taak om ons bord te onthullen. Ja, dankjewel. Grote eer. Kunnen jullie aftellen? Ja. Van 10 naar 0, ja? 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat ie! Dat is hem! En wat staat er? Ja. Zou je het kunnen voorlezen? Even lezen! Wie kan het lezen? Melkveebedrijf de Kampoeven, familie Arts en Peters. Super. Land van Kuik, Boer Bewust. Goed zo. Nou, heel goed. Ik denk, nou, Jo, ik ben zo weggelegd. Wil je een beetje dichtbij staan? Oh, niet mijn buurten. Jongens, niet duwen. Kijk voor jij.
Ik zie niks. Kijk. Jullie mogen allemaal kijken. Gijs. Hoezo ik? Ja, jij staat er heel erg. Iedereen beurt mij. Kijk, je komt op de website van Land van Kuik Boert Bewust. En dan staan we op het kopje, de melkveebedrijf te Kamphoeven, dus over deze boerderij. En je leest hier heel handige informatie over waar het boerderij waar het over gaat, hoe lang ze al bestaan en wat ze hier eigenlijk doen. En dus in de hele omgeving heb je allemaal borden en daar kun je allemaal scannen en dan kun je dus heel veel informatie lezen over wat er eigenlijk gebeurt. En soms zie je gewoon zo'n loods, een boerderij staan en dan weet je echt helemaal niet wat ze daar doen. Nou, dan scan je even en dan lees je gelijk wat ze daar binnen eigenlijk allemaal doen. Wat voor eten ze maken voor jullie. Ja? Ja. Helemaal goed. Ik was op de planten aan merken. Komt u goed. Kinderen ervoor staan. Ja. Willen jullie allemaal bij je bord? Ik denk dat we drinken. Ja. Moet je jullie allemaal proosten op, als je vaderlijk lust. Nee, dank je. Heb je hem? Even nou, hier kunnen we dus een muntje in doen. Even kijken hoeveel. Staat er niet op. En dan kun je op de stad drukken. En dan krijg je dus of een beker. Oh, hier staat het. Hier staat het 1 euro. Voor een liter. Nou, dat valt wel mee. Vers van de boerderij. De vlakken in de groep tussen de van de kalfjes. En wat denken jullie? Zouden dit nou allemaal meisjes zijn die hier staan? Of jongens? Wat denk jij, Thijs? Alleen maar meisjes. Thijs, zijn dat hier alleen meisjes staan? Ah, die zijn de vissen. Ja. Oh, hij gaat slapen. De tong is ruw. En voelen jullie tanden? Ze hebben deze tanden. Nee, ze hebben tanden. Ja, bijten ze? Nee, ze bijten niet. Uit welk land? En Daan? Hetzelfde als Gijs. Dus wat koeig is. Nou, eigenlijk is het dus een soort paspoort van het kalfje. En daar staat inderdaad, daar staat een naam op. Daar staat de geboortedatum, die weten we met een oornummer. De vader. Dus dan weten we eigenlijk, het is eigenlijk zoals wij een paspoort of een identiteitskaart hebben. Maar deze kalfje zit in het oor. Dus jullie hadden eigenlijk wel allemaal de goede antwoorden, hè, die ik hoorde. En die staan allemaal in het paspoort, zeg maar, van het kalf. In het oor. Dat is een zorg, ja. Gelijk, hè. Hier blijven ze zitten tot op die leeftijd en dan gaan ze dus, dan worden ze geïnsemineerd. En wat is dat dan weer? Weet iemand wat insemineren is? Ja. Nou, Vince. Bevrucht. Nou, ja, heel goed. Ja. Inderdaad. Ja. Vanaf deze leeftijd krijgen alle kalfjes, die worden hier geïnsemineerd. En dan gaat er dus een kalfje in de buik groeien. En dan zijn ze ongeveer een jaar en een paar maanden oud. Ongeveer een jaar en 2 maanden oud. Dus dat kan al zijn dat bij sommige van deze een heel klein, mini kalfje in de buik zit. En hoe lang draagt een koe een kalf? Goeie vraag. Een koe draagt 9 maanden. Oh, dus dat is eigenlijk wel hetzelfde als mensen. Ja. Ja. Wanneer krijgen ze een uiers? Als de baby in de buik zit. Inderdaad, als
als het kalfje wordt geboren, dan is het eier ervoor klaar, zodat het kalfje ook aan het eier kan drinken. Maar hoe oud zijn deze koeien? Deze zijn ongeveer een jaar en een paar maanden. Dus ongeveer 13, 14. Misschien zit er een iets oudere tussen. Maar deze hebben dus ook, daar hebben ze dus geen halsband om. En hier hebben ze wel een halsband om. Weten jullie waar dat voor is? Voor als ze in de wei gaan lopen, denk ik. Voor als ze in de wei gaan lopen? Dan weet jij het misschien. Ze gaan een machine en dan gaan ze erin. Ik weet niet. Voordat ze? Hoeveel brok ze krijgen? Ja, inderdaad, die banden hebben onze koeien aan. Maar deze banden, die zorgen ervoor dat wij precies kunnen zien wanneer ze geïnsemineerd kunnen worden. Dus dan krijgen wij een appje op onze telefoon. In die banden zit een zender. Daar krijgen wij weer een appje van op onze telefoon. En dan op dat moment kunnen we ze insemineren. Daarom hebben we hier sommige koeien, of sommige pinken, zo noemen ze deze dieren, hebben al een band om en andere nog niet, omdat ze nog net wat te jong zijn. Nou, als de pinken, want zo noemen we een eenjarig dier, noemen we een pink. Als die weer wat groter worden en misschien wel al een klein kalfje in de buik hebben zitten, dan komen ze dus eigenlijk in deze ruimte. En deze ruimte gaan de pinken en de koeien, want er lopen ook koeien tussen, gaan ze normaal gesproken ook naar buiten. Maar vanwege het weer, omdat het toch wel eens nat is, laten we ze nu ook binnen. Maar hier gaan ze dus eigenlijk, eigenlijk is het meer een het wachten totdat ze gaan kalven. En hier lopen dus ook koeien tussen die, zo zeggen wij het altijd, met vakantie zijn. Omdat een koe 2 maanden voordat ze een kalfje krijgt, gaat een koe met een soort vakantie. Dus dan geeft ze geen, dan melken we haar niet meer. En dan komt ze dus in deze stal totdat ze bijna moet kalven. En dan gaat ze hier op het stro. Zwangerschapsverlof. En hoe lang? Zwangerschapsverlof. Hoe lang dragen deze? Of hoe lang? Deze moeten over een paar weekjes kalven. Sommige al iets eerder. En deze die gaan nog wel naar buiten, omdat het daar nog nat gaat. Nog niet te nat is waar ze naar buiten gaan. Maar deze koeien die je ziet, die krijgen dus over een, binnen nou en een paar weekjes een kalfje. En jij had het een keer gezien, Daan, of niet? Ja. Ja, toen je bij ons was. Ja, toen zag ik er binnen. Die was een emmer zeven. Nee, dat is mooie. Mooie muizenvallers. Nou, ik kan denk ik beter daar op de kist. Ja, denk ik ook, ja. Maar ik zei, met de mensen hebben we allemaal gehad. Nu hadden we koffie, hè? Ja. Wie had er dan een... Ik denk het niet meer, nee. Het een en ander verwijderd. Dat zijn een huisdag. Kom mee hoor. Ja, ik vind het misschien wel grappig. Ja? Oh, je bent binnen geweest? Nee, ik ben niet binnen. Ja. Beste mensen, ik wil graag Govert iets overhandigen. Govert heeft nu al 3 keer voor ons opgetreden. Eigenlijk de eerste keer was een gewassenbord. Hè? Dat heb je samen met... Zeker, de aspergiebonen. De aspergiebonen, ja. En heeft hij voor het eerst, was de eerste keer denk ik, een trekker gereden. Ja. Ja, echt zelf trekker gereden. Hè? En de grondboor gebruikt voor de eerste keer. Zeker. Hè? En met een hele grote houten hamer paal in de grond te slaan. Ja, ja. Ja. Het was hard werk, hè? Ja, dat zeker. Ja. Maar dat heeft hij allemaal gedaan. Eigenlijk om niet. En samen met ons ook Tour de Boer gedaan. Hè? We zijn dus in het totaal, hoeveel bedrijven heb je bezocht? 6, 7 zoiets denk ik. Ja, we waren een hele dag in ieder geval onderweg met een leuk oud boerenautootje. Dus maar eigenlijk alle, bijna niet alle, maar veel boerderijen afgaan. In ieder geval alle diverse kanten zeg maar. Ja, dat was een prachtige beleving voor jou, maar ook voor ons om te doen. En je hebt een hele mooie pet. Maar wij denken dat we nog een mooiere pet voor jou hebben. Oh, ja. Oh kijk hoe. Kijk, leuk. De Farmers are cool. De Farmers are cool pet.
Thank you. Dankjewel. En daar hoort eigenlijk ook nog een heel mooi shirtje bij. Oh. Mag ik nog even of wil jij mond? Ja, hier aanwezig zijn sowieso een aantal mensen die ons ondersteunen, financieel ondersteunen. Jij doet dat niet financieel, maar wel in kind. Dus dat wil zeggen, jij zet je in voor ons. En dat vinden wij, willen we jou voor waarderen. Ja, te zeggen van jij bent vriend van Boer Bewust. Nou, hartstikke mooi. Alsjeblieft. Dankjewel, dat is een eer. Dankjewel, dankjewel. Help ons er maar eens een beetje af. Help, help. Help. Ja, precies. Help. Met je mouw, ja. Zo, en dan schijnen we maar eens goed op. Er komen wel wat bubbeltjes uit. Ja, hou hem maar eens eventjes wat langer ervoor. Doet hij... Hij doet alleen maar blablabla. Hebben ze, ja. Ja, hij doet alleen maar blablabla. Ik denk dat er niet genoeg water in zit. Ik denk dat het water zit er wel genoeg in. Maar het is... De zon schijnt niet hard genoeg. We kunnen het testen. Hoe kun je erachter komen of dat de lamp werkt of niet? Als het energie omhoog gaat. Zullen we even hier blijven? Zit er hier iemand in of iets? En die lamp is ook een beetje te klein. Zie je dat? Want je kunt aan een zonnepaneeltje kun je zien, hè, hoeveel cellen erop zitten. Hou de lamp maar eens weg. Ja, zeker. Ja. Ja, maar het is ook goed dat de kinderen leren hoe dat hoort. Nou. Meneer, dat is verstand. Want de melk komt niet uit de muur, hè? Nee. Nee, precies. Voordat je uit de muur komt. Dat heel veel lieden. Die dat, ja, ja, zeker. Nou. Ja. Dat is jammer. Maar zo kan dat mooi, ja, hè? Dit is ideaal, hè? Zo zou zoveel, naar mijn idee, die kinderen die uit de stad wonen, hè? Ja. Die eens een keer zo'n dag, ja, een dag. En een schoolreis of iets dergelijks. Dat moest eigenlijk gemakkelijk. Dat moest eigenlijk gemakkelijk kunnen. Wij gingen ook naar Den Haag en naar Amsterdam, naar Arthus. Veel betere dingen, want dat vinden ze ook mooi. Ja. Als naar de Efteling of net wat, dan is dit voor de kinderen veel beter eigenlijk, hè? Terwijl de Efteling ook leuk is, maar... Jongens, ze moeten er niet in, hè? Wat kunt er nou in te storen? Of kunt het... Dit komt op het even lampje kijken. Oh, we lampje kijken. Ja. Nee, deze zijn ook niet alleen. En deze ook niet. Rijken. Deze. Rijken. Ja. Deze toch? Rijken. Nee, die is niet. Ja, die is. Ja, die gaan allemaal in de bak. En die zaten hier in de bak. Dan leg je hier langs. We moeten toch iets kleuren? Moeten we die koe dan kleuren? Oké, wat hebben we nog gedaan? Wat is het opdracht? Ja, maar wat is het opdracht? En zo. Even kijken, de jongen. Wie heeft die getekend? Ja, ik kom even snel. Oh ja. Daar staat, oh ja. Ja, hier. Oh. En waarvoor gebruiken ze zo'n shovel dan? Voor het voeren en te schuiven. Voeren, te verschuiven. En te voeren. Oh ja. Voer klaar te maken. Ja. Shovel. Jij bent er vaak op de boerderij geweest, zeker? Ik woon hier. Oh, je woont hier. Oh, dat is toch eens handig. Dus je kan iedereen uitleggen wat het allemaal betekent. Ja. Dat is wel mooi, ja. In de handen pakken? Ja. Oh, gewoon in je hand, dan heb je zo'n harde... En waarom hebben jullie daar niet zo'n eierwekkertje staan? Of zo'n zandlopertje? Je moet naar het echte volgende kijken. Oh, dat moet nog. Je krijgt 5 minuutjes de tijd. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Dat is de shovel, die probeer je... 5 minuten. Oh, en dan gaat hij ondersteboven. Oh, ja. De tijd loopt nu. Goed kijken vooral, hè. Kijk naar de wielen, ja, hoe groot ze zijn. De bak die erop staat. En dan... Nee, de stempel, ja, die is hier weg. Nou, hij lijkt er heel veel op, hè. Want dat is die ze moesten tekenen. Ik zet de handtekening op. Ja, ja, dat is leuk, leuk. We moeten de letter zetten. Hier links staat de shovel. Waar zitten we hier? Waar zitten we? Ja.